Hi iedereen, daar ben ik weer. Het zenuwstelsel bestaat uit een tal van complex netwerk van zenuwcellen. En deze zenuwcellen zorgen ervoor dat de prikkels verwerkt worden en die gestuurd worden naar de spieren en klieren. In deze videoreeks wordt de bouw van het zenuwstelsel behandeld. Wanneer je naar de bouw van het zenuwstelsel kijkt, dan bekijk je de anatomische indeling. Allereerst kijken we naar het centraal zenuwstelsel. Dat bestaat uit de grote hersenen, waarin de verschillende gebieden elk hun eigen functies hebben. Zo zijn bepaalde gebieden in de grote hersenen waarbij prikkels vanuit de ogen binnenkomen en vanuit andere plekken van het lichaam. Verder bevat het centrale zenuwstelsel de kleine hersenen, dat de beweging coördineert. Na de kleine hersenen komt de hersenstam. De hersenstam is belangrijk voor de vitale functies zoals de ademhaling en de hartslag. De hersenstam loopt door in de ruggenmerg. Het ruggenmerg vormt een belangrijk schakel tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Naast het centrale zenuwstelsel bevat het zenuwstelsel, bestaat het zenuwstelsel uit een perifere deel. Het perifere zenuwstelsel vormt de verbinding tussen het centrale zenuwstelsel en de spieren en klieren en zintuigen. Het zorgt ervoor dat informatie van de organen, zintuigen en spieren bij het centrale zenuwstelsel binnenkomen en dat de seintjes vanaf het centrale zenuwstelsel ook de spieren en klieren bereiken.